Dames, heren, jongens, meisjes, welkom bij een goed nieuwe video. En vandaag ga ik iets gevaarlijks doen. Ik ga namelijk het weer hebben over een cursusverkoper die mij bedreigd heeft. Ja, hierop komen we later in de video terug. Maar het is niet nice, hoor. Ik zit ook aan het denken om aangifte te gaan doen. Want dit kan zomaar eens helemaal uit de klauwen lopen. We gaan vandaag kijken naar onze grote vriend Maxime. Even in het kort. Maxime neemt mee aan Ex on the Beach. Daar deed hij alsof hij heel veel standaarden had. Want dat deed hij of zo. Toen vertelde hij in al zijn filmpjes dat hij dus heel veel geld verdiende. Alleen hij gaat dan wel naar Gerso voor een paar honderd euro om daar op te treden. Omdat dat is deel van zijn lifestyle. Terwijl dat is helemaal niet leuk. En ondertussen vergreep hij zich ook aan minderjarige meisjes. Terwijl hij zegt dat iedereen kon krijgen. En ook altijd met oude vrouwen was. Alleen waarom ga je dan voor meisjes die heel jong zijn? Wat er slaat op. Oh, what's up, guys? Look. On the recent videos that I posted about making money online from my phone, because I have a trading team working for me, all I do is copy and paste, and you can do it too. It went viral because my English, look, I know my English is perfect, almost as perfect as me, let's say. Voordat we doorgaan met het wil ik het eerst even hebben over mijn favoriete app. Zoals u weet is het natuurlijk CyberGhost VPN. Al 17 jaar, ik wilde zeggen zijn ze mijn favoriete app, alleen 17 jaar geleden was ik 8. En toen gebruik ik nog niet echt vaak een VPN. Maar de afgelopen 16 jaar wel. Ze hebben miljoenen gebruikers over de hele wereld. Meer dan 17.000 excellent sterren op Trustpilot. Ik zit nooit op het internet zonder VPN. Want het internet is gewoon, ja, wel gewoon een beetje een rare plek. Waar echt heel veel mensen hele slechte bedoelingen hebben. En dat wil je niet. Want je wil niet dat je al je geld kwijt bent straks. Of dat al je hele vieze foto's online staan. Niet dat ik die foto's heb. Maar ik weet dat jij die wel hebt. Die nu kijkt. Dat je helemaal vieze foto's op je telefoon staat. Je wil niet dat iemand anders je heeft. Dus gebruik een VPN. Met CyberGhost VPN wordt je IP-adres verborgen. En wordt je verbinding encrypted. Dus niemand kan bij je gegevens. En als je dan thuis bent of je gebruikt 5G of 4G, dan is het allemaal ook wel handig om een VPN te gebruiken. Maar stel je zit in een hotel of je gebruikt wifi bij de Starbucks of zo, gebruik een VPN. Hackers kunnen er zo makkelijk op inbreken en al je gegevens nakken, dat wil je echt niet. En misschien wel nog beter, je kan dus je locatie veranderen waar het internet denkt dat je bent. Dus stel je bent in Nederland en je denkt, ik wil echt deze Franse serie zien. Dan kan je zeggen, oké, ben ik nu in Frankrijk. En dan krijg je de Franse Netflix, de Franse Amazon Prime of wat dan ook. Ik gebruik met name, je kan eigenlijk alleen in Europa kan je wedstrijden kijken voor Feyenoord. Dus toen laatst buiten Europa was, ja, dat was voor mij geen probleem. CyberGhost VPN, boom, bang, hoppakee, lekker voetbal kijken, geen enkel probleem. Het is beschikbaar in 90 verschillende landen. 90! Met één abonnement kan je op 7 verschillende apparaten het gebruiken, dat is top. En voor jullie speciaal heb ik wat moois, namelijk, als je nu via de link in mijn beschrijving een CyberGhost VPN abonnementje afsluit, krijg je 83% korting op het 2-jaren-plan. Plus 4 maanden gratis. Ik heb het even voor jullie uitgerekend. Dat is 2,03 euro per maand. Dat is echt helemaal niks. En voor al die voordelen die ik net genoemd heb. Ja, dan is dat toch een koopje, jongens. Een koopje. Er is ook 24/7 klantenservice. En ben je niet tevreden? Dan kan je binnen 45 dagen je geld terugkrijgen. Dan kan je 2,03 euro terugkrijgen. Nou, dat is toch fantastisch. Dat is echt geweldig. Koop het, mensen. Link in de beschrijving. Doe het. En wees veilig op het internet. Koop het nu. Why am I also talking English? Because I have the best of the best in my team. People will always talk bla bla bla. It doesn't matter because I came from prison. Like working in prison. First day working in prison, let me tell you, I came in there and the first guy, because they're mad crazy, some of them are mad crazy there, they're like, I'll do this as well. He started undressing himself, like taking his shirt off and shit. That was my first day working in prison and now I'm making money from my phone. Like right now, in 3 hours, I'm going to the airport and going to Dubai. Why am I telling you this? Just because I want to flex, because you don't care if I go to Dubai or not. I'm going to celebrate that because I'm going to turn 20 in Dubai. What's up, mom? Wow! Zeg, doe eens normaal. Ik was een bijna. Dus in het Engels te zeggen en te flexen. En zijn moeder komt binnen en zegt: doe eens normaal. Shout out naar die moeder. Want dit probeer ik hem dus ook al de hele tijd te zeggen, moeder van Maxime. Maar naar mij luistert hij niet. Ik zeg ook dat hij normaal moet doen, maar naar mij luistert hij niet. Super irritant. Besef mensen, ik zal dit moeten blurren. Oprecht. En niet omdat het zo erg is. Alleen op YouTube mag je volgens mij niet met wapens. En nou is dit volgens mij een airsoft wapen. Maakt niet zoveel uit. Ik had die vorige video gemaakt. Waarop deze gozer een filmpje post in zijn Telegram met: I hope the people who are talking trash about me can run fast. Dan is een filmpje dat hij volgens mij een BB gun. Soort van ready maakt om te schieten. En dan schiet met die BB gun terwijl er niks in zit. Nou ja, ik heb dus een probleem. Daar heb ik wel even over nagedacht. Want hij zegt, I hope that the people who are talking trash about me can run fast. Ik ben echt zo traag. Ik ben echt traag, man. Echt, soms ga ik rennen en denk ik, hoe ben ik zo traag? Als in, ik ben helemaal niet dik. Waarom ben ik zo traag? Nou ja, dus dat is wel het probleem. Dus ik kan niet fast runnen. Maar straks word ik dus beschoten met een BB gun. Oh my god, nee. Oh my god, Mary. Maar stel, je post dit, dan heb je toch echt een IQ van 30. Op het moment dat ik dit zou laten zien, wat je ook op deze video gemaakt. En nu in zijn besloten Telegram groep, waar echt waarschijnlijk heel veel gekkies in zitten. Anders zie je niet die Telegram groep. Post hij dit, dat hij zegt over mij, hij zegt mijn naam niet. Alleen, het was echt letterlijk de dag na dat de video online kwam. Ik voel me een soort zeehond.
Ik voel me een bedreigde diersoort. Dus mocht ik nou ineens dood zijn, dan komen we door Maxime. Dan weten jullie dat. Maar stel, iemand met zo'n lage IQ laat je vertellen wat je met je geld moet doen. Dan ben je toch niet barkie? Dan ben je niet helemaal 100 mensen. Look at this papi chulo. We first had the euros. Now we have the Brabus. Guess what? Euros, Brabus and my biggest bicep. That's why we're here in Dubai. I'm living a good life and you should too. That's why we are doubling your money. Look, if you start up with your account from 300 euro, yeah. Bang, 600 balls in your pocket. 600 balls in your pocket? Doe mij er maar twee. 600 balls in your pocket, dat wordt een grote zak. Bruv, if you have 100k in your bank account, I double it, don't worry about that. It's gonna become 200. But we only have 10 spots left, so this is... Dus hij heeft gewoon een promo, wat ze altijd op van die betting sites ook hebben. En dan heb je dus weken your cash for free, dat is niet hoe het werkt. Je stort 1000 euro, dan geven ze je 1000 euro een soort van bonusgeld. Dan moet je dat geld vaak 10 keer terugverdienen of meer om dat geld vrij te spelen. Dus in principe, als je zeg maar die 1000 euro bonusgeld hebt, moet je daar dus trades mee plaatsen. En je moet 10 keer zeg maar die 1000 euro winnen, dus moet je in totaal 9000 euro winnen. En dan wordt het vrijgegeven. Succes daarmee, dat gaat natuurlijk never nooit lukken. Ik heb dus ook een beetje door die Telegram weer gescrolld en ik kwam erachter bijzondere dingen. Bijvoorbeeld, er zitten dus 8000 mensen in deze Telegram. Stel, die doen allemaal mee met deze enorme zieke oplichtersbende. Nee, is niet waar. Het zijn geen oplichters, maar ze houden je wel iets voor wat echt helemaal niet gaat gebeuren. Maar oplichten is het niet, zo mag ik het niet noemen, want als ik het zo noem, dat is niet handig. Dus het zijn geen oplichters, maar wel vieze praktijken. Oké, okay, dan heeft hij dus twee foto's. People in this Telegram are earning more than you cloud ever could. People in this Telegram are earning more than you cloud ever could earn in your 9-to-5. Ik zie hier iemand die heeft 223 euro verdiend. Dollar, winst. Nou ja, dat is lekker. Maar, als in, is dat de grootste? Als in, als alles daaronder valt, dan is dat soort van wel triest, man. Als er 8000 mensen hier aan meedoen. En de hoogste is 220 euro dollar winst. Dan zijn er ook heel veel mensen met verlies waarschijnlijk. Maar goed. En dan hierna hebben we little profits, everything has a beginning. 20 euro, 17 euro, 20 euro, 17 euro. Dat is onmogelijk om bij een 9 tot 5 baan te verdienen. 80 euro. Onmogelijk. Ik zat eens te scrollen en dat was op 4 augustus. En dit is 5 augustus, één dag later. Everyone is crushing it. En hij post dezelfde screenshot. Van dezelfde geezer. Goed, dat vind ik shady. Als je aan mij vraagt, vind ik dat echt heel shady. Dat is echt shady, shady, shady. Here are a few members results of today. Oké. Okay. Today stuurt hij 190 euro. Nou, dat is wel lekker. Maar ja, dat kan inderdaad ook met een 9 to 5. 40 euro, 30 euro, 30 euro. Dat is 100 euro. Deze man, not bad. 44 euro. 44 euro, hè, voor het risico wat je loopt. En verdien je 44 euro. En dan stuur je de raketjes naartoe. Voor 44 euro, mensen. Besef dus dat iemand verdient 44 euro met een ziek risico om alles te verliezen. Dan kan je oprecht veel beter bij de Albert Heijn werken. Dan word je ten eerste niet zo mongol. En ten tweede heb je ook geen kans dat je geld verliest. Je krijgt het sowieso. Hier iemand. Ja, iets van 38 en 12. Moneyzakjes. Boom. Not over yet. Easy money. Dit is in totaal 140 euro. Nou, hier allemaal. Die vent maakt opbrengst 20 euro. 160. Dit is dezelfde screen als net. Post je gewoon nog een keer. Dit heb ik ook al gezien. 5 euro, 6 euro, 6 euro, 6 euro. 24 euro. Ik heb nog niemand gezien die meer dan 250 euro winst maakt. Dat is wel bizar. Oh my god. Left in Dubai. I'm not And oh my god, living in Dubai, it's amazing. It's amazing. Oh. Hey, what's up guys, we're back on track. Guess what, it's Friday evening, most of y'all now. Oh, I thought turn it was right on Rake of Orsel's Way. Don't worry about it. Got it fam. Got it fam? Got it fam? Guess what, I was in the gym and this chick came up to me, she made 400 balls. Hij made 400 balls. Ook, hij zit zo hard te flexen met dat hij zoveel geld verdient. En dat hij in Dubai allemaal van die vette auto's kan huren. En hier rijdt hij gewoon in een skere Mercedes. En nog steeds is een Mercedes hartstikke chillen auto om te hebben. En fucking mooi, het kost ook gewoon geld. Dat is ook gewoon duur. Maar dit verdient hij niet aan zijn trades. Dit verdient hij aan de mensen die via zijn link geld verliezen. Daar verdient hij dit aan. Guys, we are crushing it. There were meer than 10 peeps in the first hour alone. Fucking amazing, but now we got a little technical problem that will be fixed. Er zijn meer dan 10 mensen in een uur en ze hebben technische problemen. Nou, zien we gelijk hoe populair deze hele service is. Ah, what's up guys, look at this. Good meat. Tonight, it will be meat to meat. No guys, for real. Look, you know what I'm doing in the Telegram. Dit is zo'n k***. Ik kan echt niet kijken naar hem, man. Holy f***. I look how fresh we look. Good morning guys. Printing money, making money from the phone online has also some consequences guys. You have to f*** all the time. Hi, what's up guys, real quick video before they pick me up for my show. Okay. When I was starting with this whole project, making money online before my Telegram, before I was famous with XP Beach, I was a little bit scared to lose, but then I was thinking, what can I lose? Everything in my Telegram is free. You can't lose money. Oh. Dit is een bijzondere wat hij hier zegt. It's free.
You can't lose money. You can't lose money. Dat riekt toch wel naar leugens. En naar iets voorhouden voor iemand wat zeg maar helemaal niet waar is. En hele valse voorwenselen. En zeg maar, dat is wel een soort van oplichting. Dat je mensen onder dat worden van je tradinggroep en dan trades krijgt. En dat je zegt dat ze geen geld kunnen verliezen. Ik zou, als ik de mensen wel stel, je hebt dit ooit gedaan. Ten eerste, what the fuck. Ten tweede, stuur je verliezen naar me op. Stuur gewoon op. En stuur dit filmpje erbij. En dan zeg je van, nou ja, jij zegt hier dat ik geen geld kan verliezen, maar ik heb wel geld verloren. Dus kan je het even overmaken, want ik kan eigenlijk geen geld verliezen, heb je gezegd. En daar ben ik van uitgegaan. Zij dan zeggen van, ja, nee, dat kan niet. Want dat bedoelde ik als een promotiefilmpje. Dan zeg jij, is goed, dan doe ik aangifte. Want jij zegt dat ik geen verlies kan maken in jouw Telegram groep. Dan zeg je dat. Ik heb dan zo'n kledingrek achter me gekocht. Ik moet hem nog vullen met kleding, zoals jullie zien. En moet ook nog een beetje die kant op. Maar dat is leuk. Dan heb ik eindelijk wat op de achtergrond, mensen. Dat is leuk. Ja, dat vinden we leuk. Vinden we leuk. Ja, ja, dat is leuk. Kun je even in de comments achterlaten of jullie het leuk vinden. En dan zeg dan ja. Anders verwijder ik het. I'm mowing the grass right now. Because my mom told me to do it. If my mom told me to do it, I do it. If your mom tells you something to do, just do it, guys. Nou, als je hier naar luistert, je moeder zegt, doe even normaal tegen je. Omdat jij als een Mongool in het Engels loopt te zeggen hoe erg je aan flixen bent, hoe leuk je dat vindt. Doe dat dan ook. Doe dat dan. Stop hiermee. Maxime, even man op man. Wat je nu aan het doen bent, je bent jong en je denkt ik kan geld verdienen. Je gaat echt zware problemen komen. En zeker met de uitspraken die je doet. Als er iemand komt die achter je aangaat dat hij veel geld is verloren, ben je echt de sjaak. Want je zou alles moeten terugbetalen. Je zou alles moeten terugbetalen omdat jij zegt dat je geen geld kan verliezen. Dus red jezelf. Dit is dom. Je bent dom bezig. It's good. Thanks. Yeah, no, thanks. Yeah, it's good, thanks. I go now. Yeah, go and save your mobile and your watch. Yeah, it's good, thanks. Look, they wanna, the police is telling me they wanna steal my watch because people are broke. Police are telling me they want to steal my watch. De politie in Barcelona steelt horloges, mensen. Oh my god. Jullie wisten het nog niet, maar het is zojuist gebeurd. If you have a foot fetish, this is your chance. Normally one fit will be 70. Bro zit constant op elke chick te zeiken over OnlyFans en dat ze maag moeten zijn, dit allemaal. Verkoopt zelf voetfilmpjes. Ja, ik ben klaar. Mensen, ik geloof het wel. Ik zou willen zeggen, dit is de laatste video die ik over hem maak. Maar ja, ik weet niet wat voor rare, domme shit hij nog meer gaat doen. Dus ik kan niks beloven. Bedankt voor het kijken in deze video. Vond je dit leuk? Vergeet je niet te liken. Download CyberGhost VPN. Link in de beschrijving. 83% korting en 4 maanden gratis als je via mijn link doet. 45 dagen geld er dus niet tevreden bent. Ik zou het wel weten hoor. Wat een goede deal is dat, joh. Bye.